Welkom bij deze online lesmodule van de Ahodi Academie. Deze video is een montage van de toelichting bij de modernisering van het secundair onderwijs uit de Ronde van Vlaanderen voor directies van 2022. Je vindt een opsomming van de behandelde thema's in de beschrijving bij deze video. Je kan eenvoudig via de tijdsbalk in YouTube het gewenste hoofdstuk selecteren. In deze presentatie zal ik een aantal nieuwe maatregelen toelichten die grotendeels kaderen in de uitrol van de modernisering van het secundair onderwijs. Het zijn maatregelen die betrekking hebben op de aspecten toelating, evaluatie en studiebekrachtiging en die al naar gelang het geval nog dit schooljaar van toepassing zijn, zijnde vanaf 15 juni vorige week geïmplementeerd worden ofwel vanaf volgend schooljaar. Deze nieuwe maatregelen communiceren we onder voorbehoud van definitieve goedkeuring door de Vlaamse regering. Dit voorbehoud geldt zowel voor mijn presentatie vandaag als voor de aanpassingen die we recent hebben doorgevoerd aan de omzetbrief SO64, die ook is gepubliceerd op Edulex. Ik begin bij het aspect toelating. Het basisprincipe voor de toelatingsvoorwaarden in het secundair onderwijs, en vooral in het voltijds gewoon secundair onderwijs en in het buitengewoon secundair onderwijs opleidingsvorm 4, is dat een leerling moet geslaagd zijn in het onderliggende leerjaar om toegelaten te kunnen worden tot een hoger leerjaar. Een schoolbestuur heeft daarnaast steeds de mogelijkheid om ook toelatingsvoorwaarden op het niveau van een graad te hanteren. Vanaf volgend schooljaar wordt die keuzemogelijkheid voor een schoolbestuur in de eerste graad beperkt tot de B-stroom. Dat betekent dat in de A-stroom steeds toelatingsvoorwaarden per leerjaar moeten worden gehanteerd. In de tweede en in de derde graad krijgt het hanteren van toelatingsvoorwaarden op het niveau van de graad een uitzonderlijk karakter. Het schoolbestuur beslist voor de start van het schooljaar voor welke structuuronderdelen ze toelatingsvoorwaarden op het niveau van het leerjaar gehanteerd en voor welke structuuronderdelen toelatingsvoorwaarden per graad worden gebruikt. De keuze die een schoolbestuur maakt geldt telkens voor de ganse leerlingengroep van het betrokken structuuronderdeel en uiteraard ook voor het ganse schooljaar. Een schoolbestuur maakt ook de overweging in de tweede en de derde graad wat de uitzonderlijke omstandigheden zijn of de uitzonderlijke context die het kiezen voor het hanteren van toelatingsvoorwaarden per graad verantwoorden. In de regelgeving is voorzien dat leerlingen kunnen overstappen tussen beide systemen. Dus een leerling die in het tweede leerjaar van een graad de overstap wil maken van een systeem waarbij toelatingsvoorwaarden per graad worden gehanteerd naar het systeem van toelatingsvoorwaarden per leerjaar, kan die overstap maken en ook omgekeerd. Specifiek voor het volgend schooljaar en meer bepaald voor leerlingen die dit schooljaar in het eerste leerjaar van de A-stroom zijn gestart in het systeem van toelatingsvoorwaarden per graad, hebben we een overgangsregeling getroffen, zodat die leerlingen ook de garantie krijgen dat zij volgend schooljaar in het tweede leerjaar van de A-stroom in datzelfde systeem hun traject kunnen verder zetten. In het kader van de actualisering van de aspecten toelating, evaluatie en studiebekrachtiging is ook de regelgeving met betrekking tot de klassenraden in het voltijds gewoon secundair onderwijs en in het buitengewoon secundair onderwijs opleidingsvormen 3 en 4 geuniformiseerd. Een van de elementen van dit uniform kader betreft de termijn waarbinnen de klassenraad een beslissing moet nemen over de toelating van een leerling. Termijnen die vandaag nu eens in kalenderdagen dan weer in zijn lesdagen worden uitgedrukt. We kiezen ervoor om, en dat geldt nog voor dit schooljaar, vanaf 15 juni, de termijnen waarbinnen een toelatingsklassenraad een beslissing moet nemen over de toelating van een leerling steeds uit te drukken in kalenderdagen. Meer concreet, 15 kalenderdagen na de aanvang van de regelmatige lesbijwoning en specifiek voor leerlingen die instromen vanuit het buitenland of vanuit een niet-Vlaamse school, zoals wij het benoemen, of vanuit het onthaalonderwijs voor anderstalige nieuwkomers, geldt een termijn van 35 kalenderdagen. Specifiek voor deze leerlingengroep, dus voor leerlingen die instromen vanuit het buitenland of vanuit het onthaalonderwijs of vanuit een onderwijssysteem van een andere gemeenschap binnen België, geldt de toelatingsmogelijkheid op basis van een beslissing van de toelatingsklasseraad steeds zolang de leerling geen A- of B-attest behaalt. Dus zolang de leerling een C-attest behaalt, valt die terug op de mogelijkheid om toegelaten te worden op basis van een beslissing van de toelatingsklasseraad. Zodra de leerling een A- of een B-attest behaalt, valt die op die attestering terug voor de doorstroom naar het volgende leerjaar.
De maatregel is geïmplementeerd vanaf 15 juni. We hebben dat vooral gedaan omwille van de instroom die momenteel nog mogelijk kan zijn voor leerlingen vanuit het buitenland en denk dan specifiek aan de Oekraïense vluchtelingen. Er zijn ook een aantal wijzigingen op het vlak van de toelatingsvoorwaarden zelf en ik begin graag bij het eerste leerjaar van de B-stroom. We behouden de huidige toelatingsvoorwaarden zoals die door u reeds zijn gekend, maar vanaf 1 september voorzien we een nieuwe toelatingsvoorwaarde specifiek voor leerlingen met een getuigschrift basisonderwijs. We komen hiermee tegemoet aan de vele signalen die we vanuit het onderwijsveld en ook van ouders en leerlingen hebben ontvangen, dat de rechtstreekse instroom van leerlingen met een getuigschrift basisonderwijs in het eerste leerjaar van de B-stroom best wel te verantwoorden kan zijn, rekening houden met de specifieke context en het specifieke traject dat een individuele leerling heeft doorlopen. Die nieuwe toelatingsvoorwaarde is uiteraard aan 3 voorwaarden gekoppeld. Het is de toelatingsklasseraad die een gunstige beslissing moet nemen over de toelating van de leerling met een getuigschrift basisonderwijs. Er moet een gunstig advies zijn van het Centrum voor Leerlingenbegeleiding. Dat kan het Centrum voor Leerlingenbegeleiding zijn waarmee de basisschool samenwerkt, maar het kan ook het CLB zijn waarmee de secundaire school samenwerkt. En tot slot moeten ook de ouders akkoord zijn met de rechtstreekse instap in Ook in de tweede en in de derde graad is er een aanpassing aan de toelatingsvoorwaarden. Ik begin met het vierde leerjaar. Dat is het leerjaar waar volgend schooljaar de modernisering van het secundair onderwijs wordt geïmplementeerd. En net zoals we dat dit jaar voor het derde leerjaar hebben gedaan, worden de toelatingsvoorwaarden voor het vierde leerjaar nu gekoppeld aan de nieuwe indeling van het studieaanbod en wordt specifiek ook de nieuwe dimensie finaliteit mee in rekening genomen bij het formuleren van die toelatingsvoorwaarden. Voor het zesde leerjaar BSO blijven de huidige toelatingsvoorwaarden behouden in afwachting van de progressieve uitrol van de modernisering van het secundair onderwijs. Maar voor beide leerjaren geldt vanaf volgend schooljaar een nieuwe toelatingsvoorwaarde, specifiek voor leerlingen die willen overstappen vanuit het deeltijdsberoep secundair onderwijs of vanuit de leertijd. Deze leerlingen kunnen zowel in het vierde leerjaar BSO of in het zesde leerjaar BSO worden toegelaten op basis van een gunstige beslissing van de toelatingsklasseraad. En als het om het zesde leerjaar BSO gaat, is een bijkomende voorwaarde dat een leerling moet voldoen aan één van de toelatingsvoorwaarden van het vijfde leerjaar BSO. En dat betekent concreet houder zijn van het getuigschrift van de tweede graad. Naast de nieuwe toelatingsvoorwaarden voor 1b, 4 arbeidsmarktfinaliteit en 6 BSO, is er vanaf volgend schooljaar een toelatingsvoorwaarde die geldt in het volledig voltijdsgewoon secundair onderwijs en het buitengewoon secundair onderwijs opleidingsvorm 4. En zeer specifiek voor leerlingen die cognitief sterk functioneren. Concreet houdt de toelatingsvoorwaarde in dat aan leerlingen die cognitief sterk functioneren de mogelijkheid wordt geboden om hun onderwijsloopbaan in het secundair onderwijs te versnellen. Uiteraard zijn aan die toelatingsmogelijkheid of aan deze nieuwe maatregel voorwaarden gekoppeld. Een leerling die niet over het studiebewijs van een onderliggend leerjaar beschikt, kan dus toegelaten worden op basis van een gunstige beslissing van de toelatingsklasseraad en op die manier 1 of zelfs meerdere leerjaren springen indien dat te verantwoorden of te motiveren valt. Het is de klasseraad die autonoom beslist of een leerling cognitief sterk functionerend is en of er van de maatregel gebruik kan worden gemaakt. Hiermee kom ik aan het tweede deel van mijn presentatie, met name het aspect evaluatie. Voortbouwend op de basisprincipes die gelden voor de toelatingsvoorwaarden in het secundair onderwijs, geldt ook voor de evaluatie die georganiseerd wordt hetzelfde principe. Met name, een leerling moet geslaagd zijn in het onderliggende leerjaar, en dus wordt de evaluatie genomen of de beslissingen in zaken evaluatie genomen op het niveau van een leerjaar. Maar het schoolbestuur kan ook kiezen om evaluatie te organiseren per graad opnieuw in de eerste graad enkel in de B-stroom en in de tweede en in de derde graad als de uitzonderlijke context door het schoolbestuur kan gemotiveerd of aangetoond worden. Een evaluatiebeslissing wordt in principe op het einde van een schooljaar genomen en kan uitgesteld worden in het geval een klasseraad van oordeel is dat ze over onvoldoende informatie beschikt om een evaluatiebeslissing te nemen. Die informatie die ontbreekt kan een klasseraad dan inwinnen aan de hand van herexamens, vakantietaken en dergelijke meer.
Vanaf volgend schooljaar kan een klasseraad in de tweede en de derde graad van het gewoon secundair onderwijs en het buitengewoon secundair onderwijs opleidingsvorm 4 en in de kwalificatie- en integratiefase van opleidingsvorm 3 buitengewoon secundair onderwijs de evaluatiebeslissing van een leerling vervroegen wanneer ze van oordeel is dat een individuele leerling de toepasbare doelen heeft bereikt. Deze nieuwe maatregel kan toegepast worden voor cognitief sterk functionerende leerlingen, eventueel in combinatie met de maatregel om te versnellen doorheen het secundair onderwijs. Maar deze maatregel kan net zo goed gebruikt worden voor leerlingen die overzitten en die erin slagen om hun tekorten weg te werken binnen een kortere termijn dan een volledig schooljaar. Ook in dat geval kan de klasraad beslissen om een evaluatiebeslissing vervroegd te nemen. In elk geval is een vervroegde evaluatiebeslissing steeds een gunstige beslissing. Concreet, in het geval de klasraad een vervroegde evaluatiebeslissing neemt, dan neemt ze die beslissing op het procesverbaal van 30 juni van hetzelfde schooljaar. Dus het is niet de bedoeling dat voor een vervroegde evaluatiebeslissing een afzonderlijk procesverbaal wordt opgesteld. Uiteraard heeft het vervroegd nemen van een evaluatiebeslissing ook impact op de studiebewijzen die moeten uitgereikt worden en meer bepaald op de uitreikingsdatum die daarop moet worden vermeld. De nieuwe modellen van studiebewijzen die gelden in de gemoderniseerde leerjaren van het secundair onderwijs houden daar al rekening mee. Dus daar kan de datum eenvoudig worden ingevuld en is er geen voorgedrukte datum. Voor de modellen van studiebewijzen die nog gelden in de niet gemoderniseerde leerjaren is daar een voorgedrukte datum, maar hebben we in de omzendbrief opgenomen dat het schoolbestuur in het geval van een vervroegde evaluatiebeslissing uiteraard van het model kan afwijken en de datum kan aanpassen. Een tweede element in zaken evaluatie die ik graag onder jullie aandacht wil brengen betreft de geïntegreerde proef in het voltijds gewoon secundair onderwijs en de kwalificatieproef in opleidingsvorm 3 van het buitengewoon secundair onderwijs. Beide proeven hebben in de regelgeving een verplicht karakter. In het kader van de coronamaatregelen hebben we voor dit schooljaar beide proeven reeds facultatief gemaakt. Het schoolbestuur kan al naar gelang de context die zich stelt beslissen om die proeven niet in te richten. En we gaan vanaf volgend schooljaar daarin een stap verder. We laten eigenlijk de organisatie van de geïntegreerde proef of de kwalificatieproef integraal over aan de autonomie van het schoolbestuur. Het is dus het schoolbestuur dat bij het conceptualiseren of het vormgeven van de leerlingenevaluatie in zijn school of scholen beslist in welke mate er nog een geïntegreerde proef of een kwalificatieproef wordt opgelegd aan de leerling. In de regelgeving wordt daaromtrent geen verplichtingen meer opgenomen. Ter afsluiting van het aspect evaluatie wil ik graag nog even stilstaan bij clausuleren. Uiteraard blijft in het kader van de modernisering van het secundair onderwijs clausulering mogelijk, al wordt die ook in de tweede en de derde graad nu geënt op de nieuwe indeling van het studieaanbod. Progressief wel te verstaan, dus de nieuwe indeling van het studieaanbod wat de clausulering betreft geldt op dit moment enkel voor de tweede graad. Belangrijk is dat een clausulering de studiekeuzes van leerlingen niet te vroeg verengt in het secundair onderwijs. En op dat vlak zijn er een aantal maatregelen genomen. Maar ook in zaken clausulering zijn in de regelgeving nu een drietal aandachtspunten of vereisten opgenomen waarmee de klasraad rekening moet houden wanneer ze een clausulering bepaalt of afbakent. En die drie aandachtspunten of vereisten die ziet u hier op de slide. Dus zoals ik al zei, moet de klasraad erover waken dat de studiekeuzes van een leerling niet te snel en niet vroegtijdig sterk verengd worden in het secundair onderwijs. Dat de clausulering niet enkel geformuleerd wordt met het oog op het studieaanbod van de school. En de klasraad houdt bij het formuleren van de clausulering rekening met de verplichte afspraken die binnen de scholengemeenschap gelden over de leerlingenoriëntering. Deze drie vereisten waarmee een klasraad moet rekening houden bij het formuleren van een clausulering gelden al vanaf dit schooljaar in de gemoderniseerde leerjaren. Hiermee kom ik aan het thema overzitten en de nieuwe maatregelen die op dit vlak gelden. Ik licht eerst de regeling toe voor het eerste leerjaar van de eerste graad, omdat die er door het ontbreken van een B-attest er toch iets anders uitziet dan in het tweede leerjaar van de eerste graad of in de tweede graad. De huidige regeling in zaken overzitten in het eerste leerjaar van de eerste graad
houdt in dat overzitten enkel mogelijk is in 1a, wanneer de leerling 1b met vrucht heeft beëindigd, of in 1a, al naar gelang het geval 1b, als de leerling een CEA-test heeft behaald. Vanaf 1 september wordt een bijkomende mogelijkheid gecreëerd om over te zitten in het eerste leerjaar. En deze nieuwe maatregel of deze nieuwe mogelijkheid ziet u hier schematisch voorgesteld. Wanneer de leerling een A-attest met clausulering behaalt, bepaalt de clausulering de mate waarin de leerling het recht behoudt om over te zitten in het eerste leerjaar. Wanneer de leerling een uitgebreide clausulering krijgt, en daarmee bedoelen we dat de leerling voor minstens de helft van de basisopties van 2a, 7, of minstens de helft van basisopties van 2b, zijnde 4, wordt geclausuleerd, dan behoudt de leerling het recht om over te zitten. Wordt de leerling geclausuleerd voor minder dan de helft van de basisopties van 2a of minder dan de helft van de basisopties van 2b, dan kan de leerling niet overzitten, maar dan moet de leerling doorstromen naar het tweede leerjaar. De mogelijkheid om over te zitten op basis van deze nieuwe maatregel, die geldt vanaf 1 september, maar daar moet rekening mee gehouden worden bij de attestering op het einde van dit schooljaar. De modellen van studiebewijzen, zoals we die geactualiseerd als bijlage bij de OMS en brief ISO 64 hebben opgenomen, houden daar al rekening mee. Dus het nieuwe model van A-attest voor het eerste leerjaar voorziet reeds de mogelijkheid om daar transparant op aan te geven of een leerling al dan niet kan overzitten. Als we dan gaan kijken naar de nieuwe maatregel voor het overzitten in het tweede leerjaar van de eerste graad en in de tweede graad, dan is de huidige regeling vandaag in zaken overzitten met een B-attest dat de leerling aan twee of dat het overzitten met een B-attest aan twee voorwaarden is gekoppeld. Enerzijds moet de delibererende klasseraad een gunstig advies hebben geformuleerd over het overzitten. En anderzijds moeten leerlingen en ouders het advies hebben ingewonnen, het niet bindend advies van een Centrum voor Leerlingenbegeleiding. Aan deze regeling zijn twee wijzigingen naar volgend schooljaar toe. De eerste wijziging is analoog met de regeling die ik net heb toegelicht voor het eerste leerjaar van de eerste graad. Met name de clausulering die gekoppeld is aan het B-attest bepaalt de mate waarin de leerling het recht behoudt om over te zitten met een B-attest. Als de leerling een uitgebreide clausulering krijgt, en hier bedoelen we dat een leerling geclausuleerd wordt voor alle studierichtingen van minstens 3 onderwijsvormen of 2 finaliteiten, dan behoudt de leerling het recht om over te zitten. Dan hoeft er ook geen advies te zijn van de delibererende, of een gunstige beslissing te zijn van de delibererende klasraad. De leerling behoudt het recht om over te zitten in hetzelfde leerjaar. Wanneer de leerling geclausuleerd wordt voor minder dan alle studierichtingen van minstens 3 onderwijsvormen of 2 finaliteiten, dan blijft de huidige regeling van kracht. Met name de delibererende klasraad moet een gunstige beslissing nemen over het overzitten en dan pas kan de leerling overzitten. Neemt de delibererende klasraad een ongunstig advies, dan kan de leerling niet overzitten. Ook hier, de mogelijkheid om over te zitten geldt vanaf volgend schooljaar, maar er moet rekening mee gehouden worden bij de attestering op het einde van dit schooljaar. En ook de aangepaste modellen van studiebewijzen, meer bepaald voor de B-attesten, houden hier al rekening mee, ook in de invulonderrichting. Een tweede wijziging in zaken het overzitten met een B-attest betreft het advies van het Centrum voor Leerlingenbegeleiding. Vandaag, in de huidige regeling, moeten leerlingen en ouders het niet bindend advies van het Centrum voor Leerlingenbegeleiding inwinnen wanneer men wil overzitten met een A-attest of wanneer men wil overzitten met een B-attest, mits gunstig advies van de klasraad. Vanaf volgend schooljaar is het advies van het CLB niet langer vereist. Dus dat is zowel voor de CLB's die de adviezen moeten formuleren als ook voor de secundaire scholen die moeten nagaan bij de effectieve start van de lesbijwoning of voldaan is aan deze voorwaarden, betekent dat toch ook een kleine planlastvermindering. Zo kom ik tot het laatste luik van mijn toelichting, met name het aspect studiebekrachtiging. Een eerste nieuwe maatregel op het vlak van studiebekrachtiging heeft betrekking op de studiebekrachtiging voor leerlingen met een individueel aangepast curriculum. Deze leerlingen komen normaliter niet in aanmerking voor de gewone studiebekrachtiging die gekoppeld is aan het structuuronderdeel waarin ze zijn ingeschreven. Toch is vandaag reeds een procedure voorzien dat in het geval een leerling in het kader van een individueel aangepast curriculum
doelen heeft bereikt die gelijkwaardig zijn met de doelen van het structuuronderdeel waarin hij of zij is ingeschreven, de leerling toch in aanmerking kan komen voor de gewone studiebekrachtiging. De procedure vandaag voorziet dat hiervoor voorafgaandelijk een aanvraag moet ingediend worden bij de onderwijsinspectie die de gelijkwaardigheid van de doelen die bereikt zijn in het kader van het individueel aangepast curriculum ten opzichte van de doelen van het structuuronderdeel beoordeelt. En het is pas wanneer dat daar een gunstige beoordeling is dat aan de leerling de gewone studiebekrachtiging kan worden uitgereikt. Deze regeling met de procedure via de onderwijsinspectie die geldt van, tot en met dit schooljaar. Vanaf volgend schooljaar leggen we de bevoegdheid om te beoordelen of de doelen die behaald zijn in het kader van een individueel aangepast curriculum gelijkwaardig zijn met de doelen van het structuuronderdeel waarin de leerling is ingeschreven. Die beoordeling leggen we bij de klasraad. Dus de klasraad is daar autonoom bevoegd om te beoordelen of de doelen gelijkwaardig zijn en of de leerling in het kader van een individueel aangepast curriculum in aanmerking komt voor de gewone studiebekrachtiging. De onderwijsinspectie zal via de reguliere doorlichtingen toezien op de kwaliteit van de beoordeling van de klasraad. De actualisering van de studiebekrachtiging in het kader van de modernisering van het secundair onderwijs heeft geleid, ik heb het al een aantal keer aangehaald, tot nieuwe modellen van studiebewijzen die we ook als bijlage bij de omzendbrief SO64 hebben toegevoegd en die we stelselmatig rekening houden met de progressieve invoering van de modernisering van het secundair onderwijs zullen uitrollen. De modernisering van het secundair onderwijs koppelt het studieaanbod van de tweede en de derde graad, maar ook van de eerste graad, aan de Vlaamse kwalificatiestructuur. Dat betekent dat wanneer de samenstelling van een structuuronderdeel overeenstemt met de samenstelling van een onderwijskwalificatie, op het studiebewijs het onderwijskwalificatieniveau wordt vermeld. Die koppeling aan de Vlaamse kwalificatiestructuur heeft ook gevolgen voor het getuigschrift basisonderwijs dat vandaag wordt uitgereikt in het secundair onderwijs. We kennen vandaag twee modellen. Het getuigschrift basisonderwijs dat wordt uitgereikt in het eerste leerjaar B, wanneer de leerling het leerjaar met vrucht beëindigt. En het getuigschrift gelijkwaardig aan het getuigschrift basisonderwijs dat wordt uitgereikt op het einde van het tweede leerjaar van de B-stroom, wanneer de leerling dat leerjaar met vrucht heeft beëindigd en nog niet in het bezit is van een getuigschrift basisonderwijs. Vanaf dit schooljaar, dus nu nog voor de evaluatiebeslissing op het einde van dit schooljaar, voorzien we een nieuw model van studiebewijs voor het getuigschrift basisonderwijs, waar rekening mee wordt gehouden dat het getuigschrift basisonderwijs zich situeert op niveau 1 van de Vlaamse kwalificatiestructuur. Dus het onderwijskwalificatieniveau wordt expliciet vermeld op het model. En het model geldt zowel voor het eerste leerjaar B als voor het tweede leerjaar B. Dus er is maar één model meer voor een getuigschrift basisonderwijs in het secundair onderwijs. Tot slot wil ik nog even stilstaan bij een nieuw studiebewijs dat we vanaf volgend schooljaar invoeren in het gemoderniseerde tweede leerjaar van de tweede graad. Het gaat om het bewijs van competenties die al wordt gebruikt in het kader van duaal leren, maar dat nu ook waarvan toepassing zal gelden voor het niet-duale studieaanbod. Een bewijs van competenties kan worden uitgereikt in studierichtingen met dubbele of arbeidsmarktfinaliteit wanneer een leerling beroepsgerichte competenties heeft behaald die samen geen beroepskwalificatie of deelkwalificatie vormen. Belangrijk hierbij te vermelden is dat een bewijs van competenties niet wordt uitgereikt wanneer de leerling een bovenliggende deelkwalificatie, beroepskwalificatie of onderwijskwalificatie heeft behaald. Een bewijs van competenties wordt ook niet uitgereikt wanneer de leerling het getuigschrift van de tweede graad heeft behaald. Wanneer wordt een bewijs van competenties dan wel uitgereikt? Eigenlijk enkel wanneer een leerling een CIA-test zal behalen in het tweede leerjaar van de tweede graad, beroepsgerichte competenties heeft bereikt en van studierichting of van school verandert, dan is het relevant om een bewijs van competenties uit te reiken om die leerling eigenlijk verder op weg te helpen in zijn verder onderwijstraject naar eventueel de derde graad of in de tweede graad. Ik ben hiermee aan het einde gekomen van mijn toelichting. Voor meer informatie verwijs ik graag naar de omzendbrief SO64. Ik verwijs ook graag naar het webinar Toelatingsvoorwaarden en studiebekrachtiging die de collega's van Agodi hebben georganiseerd op 2 juni en die integraal te herbekijken is. Agodi Academie. Verbindt en versterkt.